Ik ben Hugo Batenburg en samen met mevrouw Anita spelen we onder de naam Batenburg van de Merwe. We zijn liefhebber van de zware vond en de focus is ook gericht voor ons op de zware vond. We zijn in het bezit van een hele mooie Barcelona collectie. Een mooie collectie Barcelona duiven waar we ook allebei heel trots op zijn. Dit is de nieuwe laureaat. De internationale Barcelona-winnaar 2013. Een zware vlucht was het. Rond de 900 meter maakte die. Sterke duif. En ondertussen is het een van mijn topkwekers moment. Southfield Hugo van mijn vriend Mark Gilbert. Het is een kleinzoon van de nieuw laureaat. Eerste nationaal Barcelona en eerste nationaal Perpignan in Engeland. Bij Mark. Dit is Miss Nieuw Laureaat. De eerste nationaal Aachen 2018. Het is een kleindochter van nieuw laureaat, vandaar de naam Miss Nieuw Laureaat. Ze heeft het gewonnen bij een vriend van mij, Ad Fortuyn. Mooi klein slim duifje. Dit is de Jan. En Jan won de eerste nationale Aachen 2017. Noem daar mijn grote vriend Jan Hooymans. Want hij is ook ontstaan uit een samenkweek met Jan. En op dezelfde vlucht had zijn zusje de vijfde nationaal. I like her very, very much. I was direct in love with her when Aline came to my home to show Queen of the Night. Wow, what an amazing head. I was thinking, I paired her with Jeff and Matilda and I paired her with Matilda and like outside the other. I had a complete breeding system in my head. And I think she bred good youngsters. She's a golden. Dit is Invictus, de eerste Europese asduif, de internationale vluchten, met drie hele vroege prijzen, Pau, Sint-Vincent, Perpignan. En hij is ook al vader van de zesde internationaal Aachen van afgelopen jaar. Dit is Blue Ace, de nationale asduif zware vond. Wie heeft ze beter? De best of the best. En ze hebben het gewonnen met twee prijzen, de negende nationaal Po en de tweede nationaal op Sint-Vincent. Dit is Lloyd, de winnaar van Barcelona 2018 van Team De Jager. Dus onze laatste aanwinst. Het is een lekkere wringer, duif met veel temperament. Ik zie hem graag. Er zit ook wat van de Nabele bloed in. Zijn vader is van Etienne Merlin. En ik ben heel blij met hem en ik zie er wel wat in. De Special One,
De internationale winnaar van Barcelona 2015. De naam Special One hebben we hem gegeven, omdat hij als enige duif 's avonds thuis was op de dag van lossing. Dat is heel speciaal. Het was ook een heel warm weer die dag. En hij was 's avonds, ik dacht van rond 9:10, was hij thuis. En toen kwam diezelfde dag geen duif meer bij. Dat is heel bijzonder, heel speciaal. En het is een eerste jong wat ik van hem op het vlieghok zette, een duivinnetje. Die vloog als jaarling gelijk al de tweede internationaal naar Bonne. Dus dat was voor mij wel een bevestiging van, ja, hij heeft het wel. En dit jaar was Perpignan was heel zwaar. En onze eerste van Perpignan en Jelle Jellema zijn eerste van Perpignan kwam ook rechtstreeks uit Special One. Belangrijke kweekduif aan het worden hier op het hok, samen met nieuw laureaat. This is Jeff, the international winner Barcelona 2019. He has the same name as the son of Nicolas, Jeff. The day that he won Barcelona was a very hard race. Wind on the head, I think 900 meters, the first pigeons. And we saw that he was on the Pipa side, we saw the first pigeon in Belgium. We think, wow. That's the pigeon we must have. Good result on so hard race. It must be a super pigeon. And I know the brothers, Jeroen and Stijn Rans, before. Years before also. And I know this pigeon was a very good pigeon before. He won Barcelona. All the races before, like last year, he was ace pigeon in the Federation by Jeroen and Stijn Rans. It was a good result on Sint-Vincent and Perpignan. Today I try to pair Jeff with Kleine Jade. Small pigeon, close bones, very soft feather, and the blue one with two white feathers in very good condition, also after Barcelona. He was the winner of the day.